Zing, vecht, hel, bid. Zing, lach, vecht, werk, hel, bid. Werk en bewonder. Lach, werk en bewonder, ja. Ja, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. En vandaag met the one and only, de enige echte Samir Sami. Volg me op Instagram. Welke Instagram? Sami Sami Official. Hierzo, ja. Nou ja, genoeg reclame. Wat gaan we vandaag doen? Het is vandaag tijd voor tijdstrijd. Tijd voor tijdstrijd. Ja. Hartstikke leuk. En dat is niet een eenvoudige opdracht. Wat doen we nou? Wij hebben gesprekken met mensen op straat. 3 minuten maximaal. En daarin moeten we zoveel mogelijk Nederlandstalige muzieknummers opnoemen. Die krijgen we ingefluisterd van elkaar. Nou ja, ongemakkelijkheid ten top lijkt me weer, hè? Heel ongemakkelijk lijkt me dat. Ja. En dat moet wel een gewoon gesprek zijn. Ja, zo gewoon mogelijk in ieder geval. Ja, zo natuurlijk mogelijk. Oké, okay, doen? Ja. Wie begint? Ja, ja. Leuk. Succes. Oké, okay. Let's go, jongens. Het is dus zo, zodra hij begint te praten, dan krijgt hij de eerste titel en dan gaat de tijd dus lopen. Oké, jongens, hier zo, deze. Ja, 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 perfect. Tijd gaat in. Tijd gaat nu in en we beginnen met Nielson. Ijskoud. Nou, dat is niet echt toepasselijk op deze dag. Het is wel lekker weer, hè? Een paar weken geleden was het nog ijskoud. Ja, oké. Okay. Duurt te lang, Davina Michel. Ik wacht op een vriend, maar het duurt te lang. Wauw. Ik wacht er al een tijdje. Treintje Oosterhuis, ken je mij? Maar ken je mij? Ken je mij? Gaan we door op dat vlak. Mag ik dan bij jou? Van Claudia de Breij. Rood, ik weet niet. Mag ik dan bij jou hier zo? Oh, lekker. Zo, heel snel. Ik heb je lief, Paul de Leeuw. Ik heb je lief. Oké, okay, deze is iets moeilijker. Ramses Shaffi. Zing, vecht, hel, bid, lach, werk en bewonder. Zing, vecht, hel, bid. Zing, lach, vecht, werk, hel, bid, werk. En bewonder. Lach, werk en bewonder, ja. Lach, werk en bewonder, ik weet de tekst niet. Het dorp, Wim Sonneveld. Ken je het dorp Oostzoenburg? Oké, okay, Rob ten Nijs, Malle Babbe. Hoeveel tijd nog? Malle Babbe. Ja, 30 we zijn seconden. Precies op de helft. Oké. Okay. Vissingen kent u wel? Oostzoenburg, daarnaast. Malle Babbe. Je hoeft niet naar huis vannacht, Marco Borsato. Maar je hoeft niet naar huis vannacht? Weet je hoeveel hotels hier zijn? Ik kom er ook niet vandaan. Hij denkt echt dat hij stand is of zo. Ja, is hij ook. Het regent zonnestralen. Het gevoel dat die best wel hotels zijn, dus... Maar het is lekker weer, je hoeft ook niet naar het hotel, want het regent zonnestralen. Ik bedoel, het is lekker weer, ik kan lekker buiten zitten. Oh, dat is een hotel. Drank en drugs. Dat is wat voor hem. Ja. Nee, dat is heerlijk. Wat gebruik je wel als drank en drugs? Nee. Nee. Volgende, bloed, zweet en tranen van André Hazes. Ik had dus een keer te veel gedronken. Ik had letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik was dus... Nou, dat is raar, hè? Slaap lekker, kom maar. Als je dan nog dat liedje op Dickie Dex. En dan gaat slapen en dan zeg ik, slaap lekker. Als het avond is, Suzanne en Freek, kom maar. Nee, grapje. Ik doe nu al of het avond is, maar dat is helemaal niet zo. Zo, je bent wel snel, hoor. Oké, okay, de tijd zit erop, je bent klaar. Hoe gaan wij dit, niet. Gaan wij dit verbeteren? Niet. Goed bezig, jongen. Ja, man. Hoe vond je het gaan? Ja, beter dan gedacht eigenlijk. Ja? Ja, zeker, man. Hé, hey, zal ik vertellen hoeveel je er hebt? Precies. Ja, vertel. Doe eens een gokje. Ik denk 10. 14. 14? Ja, oh, hoor. nice. Chapeau. Ja, top. Nou, nu is het aan jou, ja. Leuk. Veel ja, plezier. Man. Thanks. Yes, de eerste titel is Oceaan. Mag je gelijk beginnen. Het is warm, hè? Ja. Niet normaal, hoor. Oceaan van zonnestralen, joh. Huh? Brabant. Ik kom zelf wel Brabant, maar het is hier ook wel lekker toeven. Brabant? Ja, Brabant kom ik zelf vandaan. Dat ik je mis. Het is dat ik je mis, maar verder... Laat me. Laat me mijn eigen gang. Ik had ruzie met mijn moeder. Ik zeg, laat me. Ik ga wel even naar Arnhem. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Frank Boeien, inderdaad. Nou, ga die maar eens kunnen. Ja, ik heb 2 meisjes tegelijkertijd meegenomen uit de stad zaterdag. Dat moest ik bekennen bij mijn moeder. Die zei, zeggen we dat het niet zo is. Ik zeg, nou ja, het waren er maar 2. Dus ja, fuck it. Paul de Leeuw, de steen. Echt als de steen om mijn nek, maar het is uiteindelijk goed gekomen. Okay, de 15 miljoen mensen. Wat zei je? Wat druk. Ja, aardig druk, ja. Dat is echt 15 miljoen mensen of zo in totaal. Next. Vlieg met me mee. Ik zeg vlieg met me mee, weet je wel. Hou me vast.
Nou, ik zou nog één keer houden me vast, maar dat deed ze ook niet. Zo vrolijk. Zo vrolijk van Herman van Veen. Ik ben vandaag zo vrolijk. Ik bedoel helemaal, als je die twee dames opeens... Dat was voor mij ook nieuw, maar toch wel leuk. Leel Kleine, alleen. Ben je met anderen of ben je alleen? Ik ben alleen. Ik woon hier in de maatschappij. Zelfs je naam is mooi. Zelfs je naam is mooi, Henk Westbroek. Ja. Ik kan me voorstellen. Mooi, Jaap? Ja? Alla. Oh ja, mijn naam is... Hoe heet het? A-L-A-A. Oh ja, Alla. Oké. Zelfs je naam is mooi. Ja, dat is anders dan Krantenwijk. Ja, ja. Krantenwijk, oké. Heb je ook een baan of Krantenwijk? Nog één minuut te gaan. Wat doe je voor baan, voor werk? Ik doe assistent van de Schip. Oh, nice. Ja, nou, lachen. Oh, prima. Hij is van mij. Maan, een Tabita. Ja. Kom maar. Ben je de eigenaar? Ik kan zeggen, hij is van mij. Of, nee, oké. Okay. Oh, wauw. Nee. Zij weet het. Tino Martin. En heb je ook een vrouw of vriendin? Of, Vroeger wel. Ah, oké. Okay. Dus zij weet het. Ja, heel stom. De zon op. De zon op van Dikke Dave. Ja, precies. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, voor niks gaat de zon op. Dus voorbij. Voorbij. Van Marco Soms heb je een leuke relatie en dan is het opeens voorbij. Het gaat snel. Hé, hey, meisje. Ja, oh ja. Oh ja. Dus dan zag je dit en zei je: hé, hey, meisje. Verleden tijd. Oké, verleden tijd. Je hebt nog 5 seconden. Maar dat is allemaal verleden tijd. Ik ben je zat. Ik ben je zat. Dus je dacht na het eind: ben je zat? Ben je zat, geloof ik. Nou, ik heb het echt gehad. Het leven is gespeeld, het leven is geen dag. Ik geef het toe. Vuile bitch, je hebt me echt genakt. Nu heb je spijt, maar je hoeft niet meer te bellen, schat. En? Helemaal kut. Ja, wat denk je? Ja, ik denk niet slecht. Jij denkt niet slecht? Ik denk het niet. Doe eens een gokje ook. Ja. Samir had er 14. Heb je er meer of minder meer dan ik? 20. Fuck, wat? Goed. Ja? Hij is gewoon geteld ertussen. Wat de fuck? 20? Ja, man. Succes, ben je weer. Ga ik dit doen, hè? Fuck. Succes, hè? Ja, echt heel netjes staan. Alleen, nu moet je nog een slachtoffer vinden en ook nog eens naar boven komen. Ik ben heel benieuwd hoe je dat gaat doen. Dat kun jij. Hey. Nee. Ja, je mag beginnen met praten, dan start ik de tijd. Hij is wel een lekker weertje, man. Hè? Wel lekker weertje zo, of niet? Sinterklaas, wie kent hem niet? Maar weet jij, want rond 5 december is het toch Sinterklaas van een liedje van Sinterklaas, wie kent hem niet? Dat ken je wel toch, dat liedje? Derrière. Sinterklaas, wie kent hem niet? Jawel. Oh, en die, want laatste, ken je Famke Louise? Nee. Oh, die heeft een nieuw nummer, Derrière, dat is echt een fucking goed nummer. De kast Nijedij. Nijedij. Nou ja, weet je, Nijedij, ik weet niet. Nijedij. Een beetje wisselen. Ik was toch je meisje? Roxanne Hazes. Nou ja, goed, laatst zei mijn ex, die zei van, ik was toch je meisje. Nou ja, goed, dus inmiddels is dat gewoon over. Hij is helemaal niet geïnteresseerd. Ben je down? Nee, ik had laatst een vriendin en die zei van, ja, ben je down, weet je wel. Maar ik was er helemaal klaar mee, dus ik dacht van, ik door jou. Gewoon af. Door jou. Goed. Ze zei, het komt door jou. Ik zei, ja, dat is helemaal niet waar. K3, oh ja, Lele. Ja, precies. Maar ja, goed, toen dacht ik van, ja, oh ja, Lele, ik ga er vandoor, weet je wel. In een groen knollenknollenland. Maar ja, goed. Ik dacht, zoek jij het maar lekker uit in een groen knollenknollenland. Lijpe mokroflever, kom op, je zit op Delft. Mokro, lekkere lijpe mokroflever of zo. Papi loopt toch niet zo snel? Ja. Ja, goed, toen zei ik van ja, weet je, tegen hem weet je wel van papi loopt toch niet zo snel. Een beetje verliefd van je zeg. Want hij ging er zo snel voor, hij was echt een beetje verliefd op dat of zo, ik weet het niet. Thuiskomen pas de tranen. Nou ja, goed, toen zei ik tegen haar van ja, thuiskomen pas de tranen, weet je wel. Dan ga je het wel merken. Zo bijzonder, van Gesper Doel. Maar echt jammer, want ze was zo bijzonder voor mij. Fuck. Nog één minuut, hou me vast. Toen zei ik, weet je, toen ging ik laatst naar toe, toen zei ik nog één keer, hou me vast, weet je wel. Ik proost met jou. Ik proost met jou. Nou ja, goed. Toen waren we even wat aan het drinken. Toen zei ik, nou, ik proost op jou, weet je wel. Want tussen ons was het gewoon klaar. Ik proost met jou. Ik proost met jou. Dus ja, ik proost met jou. Maar goed, daar ging ze eigenlijk niet op in. En toen wilde ze niet. Ja, wilde als ze de liefde maar blijft winnen. Ja, goed. Ik denk gewoon altijd maar van als de liefde maar blijft winnen, weet je wel. Dan is het goed. 4-5 bitches. 4-5 bitches. Snel, je hebt 5 seconden. Inmiddels heb ik wel weer iets van 4-5 bitches of zo. Dus dat is wel... Jij en ik. 3 minuten. Jij en ik. Stop. En klaar. Zo. Zo, jongen. Awkward shit.
Dat was ongemakkelijk. Bitch. Ja, dat was veel verdriet. Ja, hè? Veel liefdesverdriet. Ja. Ja. Dat klopt wel, hè? Hoeveel denk je? Ik weet het ook niet eens, man. Hoeveel denk je? Shit, ja, jij had er 14, jij 20. Ja, ik denk dat ik net iets boven jou zat. Misschien 15 of zo, maar... 17. Fuck, shit. Wat betekent dat, jongens? Dat jullie gewoon te sloom oplezen, anders had ik er ook gewoon meer van. Ja, dat, right. Dat betekent dat. Hé, jongens, wat betekent dat ook weer? Dat ook nou, gefeliciteerd, ja. Dankjewel. Het is je gegund. Dankjewel. Ja, gefeliciteerd, man. Nou, jongens, dit was hem. Ja. Heel leuk om te doen. Top. Ging lekker, hè? Beetje awkward af en toe, maar dat is wel leuk, ja. 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 Af en toe is het een beetje stroef en dan denk je zo van... Wat de fuck wil je nou allemaal? Maar je moet en om. Ja, okay. Hey, en wie had er gewonnen? Ja, we hebben helaas niet gewonnen, maar we hebben het heel goed gedaan. Echt heel goed gedaan, man. En er is wel één absolute winnaar die overal bovenuit stijgt en dat is Jaap Gunning. Volg hem op Instagram. Sammy Simon Fisher. Premium winning. Oh ja, en vond je dit nou een vette video? Vette tijdstrijd, doe dan even een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet om te abonneren. Zeker. En te delen en te reageren. Alles. Alles. En tot volgende week. Ja? Zijn we er dan weer? Ja. Tot dan. Wat krijgt de winnaar? Niks. Niks.